Paco, Sinterklaas verwacht je direct in zijn werkkamer. Sinterklaas vroeg mij om te komen. O ja? Ach ja, Paco. Kom binnen. Hoe vind je zelf dat het gaat? Je bent nou al een tijdje bezig om assistent hoofdpiet te worden. En wat vind je zelf van deze gang van zaken momenteel? Ik doe ook heel erg mijn best. Alleen soms gaan de dingen gewoon niet zoals ik het zou willen. En je bedoelt dat er dan dingetjes misgaan, zoals peper in het pepernotenbeslag, verlanglijstjes die kwijtraken. Ja, en niet te vergeten, dit hier. Ja, maar ik kan het allemaal uitleggen. Het was allemaal niet de bedoeling. Maar ik wilde gewoon zussen doen, zo en toen. En toen heb je de meter in de wasmachine gedaan. Ja, maar ik wilde het alleen maar helpen. Want Bloemens is zo druk met het maken van kragen voor de pieten. En ik mag toch wel helpen. Sorry, Manuela. Dit zijn de laatste pakjes die naar de pakjeskelder moeten. Sst. Zo kan ik toch niet horen wat ze binnen zeggen. Nee, maar ik wil alles op pico bijna mogelijk doen. Ja, maar dit is wel heel erg, Paco. En bovendien, jij bent pico bello niet. Nee, dat klopt. Maar om het goed te maken, heb ik een opdracht voor je. Zodat jij kunt bewijzen dat je toch echt een goede assistent hoofdpiet bent. Wat is die opdracht dan? Want ik ga echt mijn allerbeste best doen om die opdracht goed te doen, zodat ik de allerbeste assistent hoofdpiet word. Daar ben ik heel erg blij om. Nou, dit pakje moet jij voor mij even wegbrengen. Het is namelijk voor een heel belangrijk iemand. Hou het heel goed bij je. Bewaak het met je leven. Niemand mag er aankomen als ik er niet bij ben. Oké, ik zweer het. Ik zweer. Ja, zie je wel? Paco heeft nou die speciale opdracht. Hij moet op dat cadeau passen. Dat had Sinterklaas toch veel beter aan mij kunnen overlaten? Nou, ik weet niet of dat zo goed is. Ja, ik met mijn jarenlange ervaring. Goed klim- en inpakwerk. Ja. Paco verprutst het vast weer. Ja. Nee, Sinterklaas had het beter aan mij kunnen overlaten. Ja, maar hoe wil je dat nou doen? Je weet toch niet waar hij naartoe gaat? Laat dat maar aan mij over. Ga maar gauw. Doe je best. Ja, Sinterklaas. Momentje. Ik vergeet bijna het belangrijkste. Ik heb hier een routebeschrijving. Dan weet je ook precies hoe je lopen moet. Oh ja. Oké, Sinterklaas. Ik ga heel goed op dit pakje passen. Heel mooi. Waar ga jij met dat pakje naartoe? Pakjeskelder is die kant op. Nee, ik ga juist de goede kant op. Sinterklaas heeft dit pakje speciaal aan mij toevertrouwd. En nu ga ik met deze routebeschrijving zorgen dat dit pakje op de plaats van bestemming komt. Routebeschrijving? Wat is een routebeschrijving? Nou, kijk, dit is een routebeschrijving. Er staat dan op, verlaat het kasteel via de hoofdingang. Ja. Ga onderaan de trap rechtsaf. Ja. En dan volg de oprijlaan tot aan de hoofdpoort. Snap je? Ja, dat snap ik. Nou, ga maar gauw en verpruts het dit keer niet, hè. Plumas is nog steeds boos op je dat je de mijter hebt laten krimpen in de wasmachine. Ja, nou, toedels! Doeg! En wat is? Wat kun je daar nou weer mee? Salvador. Ja. Ik heb het nu al 3 keer uitgelegd. Mm-hmm. Maar goed, nog 1 keer dan. Dit is een tumtum. Mm-hmm. Dat is een naar-piet-gati-systeem.
voor als je elkaar kwijtraakt op de daken. Oh. Het is het navigatiesysteem voor elke Piet bij uitstek. En wat is dat nou weer, een uitstek? Ja, dat waarbij je de TumTum gebruikt. Ja, maar leg eens uit, hoe werkt zo'n navigatiesysteem? Weet je wat, ik doe het wel even voor. TumTum, wat is de juiste weg naar Paco? Sla linksaf en daarna rechtdoor, rechtdoor. En je weet zeker dat dit werkt? Ja, natuurlijk werkt het, anders doet hij het toch niet? Kom, we gaan Paco zoeken. Zo, Pieter Bazen. En waar gaan wij naartoe? Nou, eigenlijk wou we... Nergens heen, Sinterklaas. Ja, maar je zei toch net dat... heel goed, Manuela. Nergens naartoe. Dat gaan jullie inderdaad zeker niet doen. Want ik heb hier vanmorgen eens even rondgekeken. En dit gaat zo niet langer. Het is één grote rommel hier. Geen wonder dat Paco verlanglijstjes kwijtraakte. Voordat wij vanavond de daken opgaan, is het hier opgeruimd. Is dat begrepen? Maar Sinter... Tai-tai. Ja, en nu? Laat me eens denken. Manuela, ik zit me dus zo even te denken, hè. Wat als ik nou de TumTum meeneem? Dan ga ik achter Paco aan om erachter te komen wat daar in dat cadeautje zit. En dan kun jij de pakjeskelder opruimen. Salvador. Ja. Ik zit dus te denken, als ik jou nou die TumTum geef, dan ga jij achter Paco aan om erachter te komen wat er in dat speciale cadeau zit. En dan kan ik de pakjeskelder opruimen. Maar dat is mijn idee! Nee joh, dat kan jij toch helemaal niet verzinnen? Nou, kom op, achter Paco aan, hop op! Nou, goed, aan het werk dan maar. Maar eerst een mok met lekkere warme chocolademelk. Is Paco nou toch? Volgens de TumTum zou hij hier ergens moeten zijn. Oh ja, daar, ik zie hem, daar loopt hij. Wat is toch die speciale opdracht die Paco van Sinterklaas heeft gekregen? Ik moet erachter komen. Ik ga maar snel achter hem aan. Hé? Naar het kasteel? Maar hoe kan dat nou? Ik heb toch de routebeschrijving gevolgd? Pak, je hoort toch niet op het kasteel? Hé? Hij gaat naar het kasteel? Nou, als hij toch naar het kasteel gaat... Kan ik net zo goed een dutje doen. Ben je er klaar voor vanavond? Vanavond? We hebben het hier het hele jaar toch gewerkt. Ja, pakjesavond. Ja. Nou, wie mag jij je cadeautjes brengen? Ja, ik ga langs bij Bob vanavond en bij Brian, Renske, Chimène. Ik snap er helemaal niks meer van. Nou, kom op Paco. Je kunt dit. Ga gewoon nog een keer heel die route lopen.
Wat is dat, Manuela? De pakjeskelder is nog steeds een rommeltje. Het is zo uitermate belangrijk dat de pakjeskelder tiptop in orde is. Zo kunnen de pieten namelijk makkelijk de pakjes vinden en in de zakken doen. Het is tenslotte pakjesavond. En weet jij trouwens waar Salvador is? Ik heb het stoere Pieter ook al gevraagd. Die wist het niet. Oh, die is achter achter! De verlanglijstjes sorteren. Achter? Werkelijk? Ik meen toch dat Tenorio dat gisteren al gedaan heeft. Nou ja, misschien vergis ik mij. Ik word ook een dagje ouder, hè? Ja, nou en of Sinterklaas. Heel oud. Hoe bedoel je dat? Heel oud? Ik bedoel dat u hopelijk heel oud mag worden, Sinterklaas. Daar heb je goed uit weten te redden. Nou, ik kan wel tegen een grapje, hoor. Ik ben even naar de stallen. Kijk hoe het met het paardje is. Als je Salvador ziet, stuur het naar mijn werkkamer. Yes, Sinterklaas. Tai-tai. Nou, dat ging maar net goed. Nou, kom op, Manuela. Aan de slag dan maar. Nee, Sinterklaas. Nee. Dat kan helemaal goed. Dankjewel, Keukenpiet. Ik ga hier zeker van genieten. Waar blijft Salvador toch? Het is ook altijd hetzelfde met die luilak. Ik maar werken, werken, werken. Zwoegen, zwoegen, zwoegen. Zweten, zweten. Oeh. Wat hoor ik nou? Is Knutselpiet weer aan het zagen? Het komt onder de inpaktafel vandaan. Salvador! Waarom ben jij niet achter Paco aan? Oh, de batterij van de Temtem was leeg, dus ik dacht, ik ga even een tukje doen met jou. Je wat? Je sleep. Dat zou je ook eens moeten doen. Je zit een beetje wit om je neus. Sta op! We moeten pot vol pepernoten, de hele pakjeskelder nog op orde brengen. Ik sta hier al de hele tijd alles alleen te doen. Hé, hey, jong. Ga niet bij de pakken neerzitten. Doe ik toch ook niet? Nee, jij gaat erbij liggen. Ach joh, maak je niet zo druk. Ik was gewoon een beetje moe en daarbij... Het ziet er toch pietfijn uit? Salvador, je weet toch. Pieterbazen. Pieterbazen zijn nooit moe. Stil is. Ruik je iets? Nee, domme Rick. Hoe vaak moet ik het nou zeggen? Ik heet helemaal geen Rick. Sst, stil nou. Het komt hier vandaan. Het tikt. Dat klopt. Nee, het tikt. Ja, dat klopt. Nee, het tikt. Ja, het klopt dat het tikt. Ja, dat zeg ik toch. Maar wat is het eigenlijk? Ja, geen idee. Ik heb hier niks neergelegd dat tikt hoor. Ja, ik ook niet. Daarom vraag ik het aan jou. Een bom!
Salvador. Wacht, stop. Geen paniek. Even nadenken. Oké, maar niet te lang, want straks gaat die bom. Die bom! Stop! Hou op. Geen paniek. Oké. Als Sinterklaas erachter komt dat iemand een bom in de pakjeskelder heeft gelegd, dan laat hij het hele kasteel ontruimen. Weet je wat dat betekent? Dan kunnen we uitrusten! Nee, dat betekent dat pakjesavond niet door kan gaan. En nu? En nu? Ik denk dat we nu echt een probleem hebben. Paco is al een tijdje spoorloos. Fantasiepiet zit met zijn hoofd in de wolken. Balancia zit met de neus in de boeken. Giegel heeft de slappe lach. En Picobello zorgt dat alles Picobello verloopt. Behalve hier. Wat moeten we nou doen? Ik los het op! Jij? Ja, lach maar. Maar lach jij nog steeds als Sinterklaas je straks komt controleren en dat ik een pakketje ontdekt? Nee, je hebt gelijk. Maar hoe dan? Nou, ik pak dit pakketje. En ik rende zo snel mogelijk heel ver mee weg. Ik zet het weg en dan... En dan? En dan... BOOM! Probleem opgelost! Ja. En dat is veilig? Dat weet ik toch niet? Ja, nou ja. Ga dan maar. Vooruit met de geit. Bee? Ja, geit. Hou op! We hebben geen tijd voor flauwe grapjes. Neem jij dat pakje mee, dan hou ik hier Sinterklaas bezig. En één ding. Niet weer gaan pitten! Oké. Maar eerst ga ik even een onopvallende doos halen voor dit pakketje in te doen. Een onopvallende doos? Ja, een onopvallende doos. Ja, je doet maar. Prima. Ga dan maar. Oké, check. Komt in orde. Nou, eindelijk rust. Tijd voor een mok met chocolademelk. Keukenpiet! Zo, dit lijkt me een goede plek om die bom achter te laten. En nu snel wegwezen. Hey, een cadeautje. Wat een rare plek om een cadeautje achter te laten. Niemand gezien? Dat hoort toch in een schoen of in een zak? En niet hier. Weet je, ik breng het dan naar het kasteel van Sinterklaas. En komt het vast goed. Romeo, Romero, kom! Af! Kom! Doorlopen! Nou, Manuela. Dat ziet er spik en span uit. Mijn complimenten. Is dat de zak voor de familie Chen? Oh, wat leuk. En ik zie daar pakjes voor Nigel, Dennis en Nora, John en Coco, Dre. Nou, dat gaat helemaal goed komen. En voor wie is deze zak? Voor de familie Weltevree, Sint. Ach, de familie Weltevree, natuurlijk. Nou, helemaal mooi. Zeg, ik kan me vergissen, maar klopt het dat ik Salvador nog steeds nergens zie? Nou, Sint, Salvador is knalgoed bezig. Knalgoed? Nou ja, als jij het zegt. Mocht je hem zien, zeg hem even dat ik hem dringend wil spreken. Ja, ik ben in de werkkamer. Tai. Is goed, Sint. Komt in orde. Kijk eens uit, je ziet toch dat ik hier loop? Hé? Nou, dat moet jij zeggen, beste Piet. Kom hier naar, dat is mijn pakje. Hier, kijk eens af, dat is een pakje aan van Toedels.
Niet verkeerd. Leuk. Pakjesavond. Lieverd, ben je mooi aan het tekenen? Komt Sinterklaas nog? Maar natuurlijk komt hij nog. Weet je? Als wij nou met z'n tweeën heel mooi en heel hard gaan zingen, dan komt hij vast zo meteen. Zullen we nog een keer Sinterklaas kapoentje zingen? Ja. Sinterklaas kapoentje, gooi wat in mijn schoentje. Gooi wat in mijn laasje, dank u Sinterklaasje. De zak van Sinterklaas, Sinterklaas, Sinterklaas. Sint komt de stoomboot. Is een vreemdeling zeker, niet voor wat te zeggen. Zal eens even vragen naar zijn naam. En dan zijn we met de zet van zaaien aangekomen op de laatste pagina van het grote boek. En is alles klaar om pakjesavond te gaan vieren. Ik vind het nu al leuk. Ja, binnen. Hallo Sinterklaas. Manuela. Ik heb Salvador nog niet gevonden. Het spijt me. Ach, dat geeft helemaal niks. Want als mijn gevoel klopt, en dat is meestal ook zo, zal het niet lang meer duren. Hoe bedoelt u dat? Er is nog één ding dat je nog moet leren, lieve Manuela. Alles komt altijd goed. Ja, binnen, Paco. Ja, het spijt me Sinterklaas, maar het is niet helemaal vlekkeloos verlopen. Maar ik heb echt de routebeschrijving gevolgd en was twee keer zelfs. Maar nou sta ik bij u. Zo word ik toch nooit een echte assistent hoofdpiet? En jij, mijn beste Paco, jij moet leren dat er met een beetje inzet, concentratie, er helemaal niet zo heel veel mis hoeft te gaan. Zoals je ziet heb ik jou gewoon in een rondje gestuurd, zodat jij ook een beetje frisse lucht kreeg. Heel belangrijk. Ja, natuurlijk Sinterklaas, maar nog niet alles is opgelost. Wat dacht u van die mijter die ik in de wasmachine heb gedaan? Ach, die mijter. Maak je daar maar geen zorgen over. Plumas heeft al lang een nieuwe meter gemaakt. Ja, maar nog niet alles is opgelost, want nu sta ik hier met dit pakje bij u, maar dat pakje is toch niet voor u? Ja, van nee, ik krijg toch geen cadeautjes? Nee, dat pakje is niet voor mij, dat pakje is niet voor jou, en dat pakje is ook niet voor jou, en dat pakje is ook niet voor een van de kinderen in Nederland. Nee, dit pakje is voor hem. Kom er maar bij. Zo, Salvador. Vertel mij eens even, waar heb jij al die tijd gezeten? Nou Sinterklaas, dat is eigenlijk een heel gek verhaal. Sinterklaas, dat zit zo. Er waren een paar probleempjes in de pakjeskelder. En het had gelukkig niets te maken met een bom. Bij wijze van verspreken dan. Dus als ik het goed begrijp, heb je eigenlijk wel een extraatje verdiend. Jazeker Sinterklaas, ik... Als u dat zegt Sinterklaas. Nou, vooruit dan. Paco, kom eens even hier. Zo. Kijk. Salvador. Maar dat is... Ja, voor jou. Dat pakje heb ik achtergelaten op het grasveld. Ja, Salvador. Dat
zal jou leren om eens eventjes wat meer wakker te blijven. Hè? Want je weet toch, Pieterbazen zijn nooit moe. Je mag blij zijn dat ik jou niet in je eentje die hele pakjeskamer laat opruimen. Ja, Sinterklaas. Sorry, Sinterklaas. Het zal nooit... Wat is dat? Nou, dit is het teken. Wat voor een teken? Dat het tijd is om langs de huizen te gaan. Pakjesavond is officieel van start gegaan. Ik zeg, we gaan het land in. Ja, kom. Ja. Nou, Pieten, zeg even tegen Stalpiet dat hij het paardje klaarzet. Daar zit de kaart.